good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Kalfijn. Het is tijd voor een nieuwe video. Het is nog steeds Kelsember. En dat betekent dat het elke dag feest is in deze hele maand. En met feest bedoel ik echt feest. Je kan er niet omheen. Het is gewoon echt genieten. Het is genieten! Ik upload elke dag van de maand een video zolang jullie het aantal likes halen wat ik van jullie vraag. En vandaag is dat aantal zoveel. 10.500. Oké. We zijn de 10.000 grens over. Nu wordt het spannend. Ik heb vertrouwen in de Kelfam. We gaan het gewoon doen. Geen gezeik. Let's go, man. Mocht je nou kans willen maken op een bezoekje van mij bij jou thuis, dan kan dat. Dan hoef je alleen maar een reactie achter te laten onder deze video. Maakt niet uit. Het is, laat zoveel mogelijk reacties achter en wees geabonneerd op mijn kanaal en dan gaan we gewoon chillen. Je weet hoe het gaat, dankjewel. Oké. Okay. Naast het feit dat het Kelsember is, is het vandaag ook vrijdag. Wat zeg ik? Foute vrijdag, dames en heren. Jazeker, mocht je niet bekend zijn met Foute Vrijdag, dat is de vrijdag waarin ik mezelf verlaag tot het doucheputje van de Nederlandse YouTube community. Hier is mijn Foute Vrijdag bord. Op dit bord staan allerlei kaartjes. Twee ervan zijn al gepakt door Senna en Roy en toen hebben we legendarisch slechte dingen gedaan zoals dit. Goud. En een Q&A. Hoeveel kinderen willen jullie later? Gio komt straks binnen. Hij weet niet wat de bedoeling is. En dan mag hij een van deze kaartjes pakken. En dat is exact het onderwerp wat we vandaag gaan behandelen. Het kan van alles zijn. Het kan een Q&A zijn. Het kan reageren op zijn. Het kan een of andere fucking domme challenge zijn. Nu is het aan mij om gewoon eventjes te wachten tot Gio er is. Want hij kan op elk moment hier komen. Zijn stoeltje staat klaar. Gio, kom maar. That's right, there he is. Okay, let's... Sorry. Oh. Kom binnen. Gio Latoy, je zit er middenin. Waar is? Je zit er middenin. Oh shit. Staat hij aan, hoor? Ja, hij staat aan. Oh, echt? Kom gezellig zitten. Loortje, dit is ook een verrassing, hè? Niemand weet wat we gaan doen. Nee. En iedereen komt gewoon. En jullie vertrouwen me schijnbaar. Toen heb ik wel iets fucking ranzigs bedacht. Oh shit, man. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja, gaat het lekker? Ja, dat gaat niet. Ja, weet je wat het is? Ik dacht, laat ik het eens een keer anders doen. Als we video's maken met YouTubers, kom je binnen. Ga je even zeggen, nou, hoe gaat het nou met je? Wil je wat drinken? Wil je wat drinken? Wat heb je de laatste tijd gedaan? Oké, zullen we gaan filmen? Ik dacht, nee, man, fuck it. We gaan het gewoon direct doen. Ja. Je hebt geen idee, hè? Ik heb echt geen idee, man. Ik word hier wel weer zenuwachtig. Om de lat niet al te hoog te leggen, heb ik de Foute Vrijdag in het leven geroepen. De vrijdag waarin ik met een andere YouTuber mezelf ga verlagen tot een niveau wat gewoon het doucheputje van YouTube is. Oké. Ik heb met Roy gereageerd op Fortnite compilaties. Oké. Wauw. Ik heb een zowaar een Q&A gedaan. Echt? Heb je een Q&A? Ja. Hey, ik heb ook heel vaak Q&A's gedaan. Q&A's zijn gewoon dat ding. Het is wel heel standaard. Ja, als je echt zo niet weet wat je moet doen. Yo, ik heb geen inspiratie. Gewoon Q&A. Dus ik heb hier het Foute Vrijdag bord. Oké. Er zit een beetje vogelkak op. Ja. Maar daar moet je even doorheen kijken. Mag ik gewoon pakken? Maak de juiste keuze. Oké. Ik ga wel eigenlijk voor een vrouwelijke kleur, denk ik. Nee, maar dan ga ik iets vrouwelijks doen. Nee, dit is echt zo debiele shit de hele tijd. Ja, weet jij wat erop staat? Ja, ik weet wel wat alle opties zijn die erop staan. Maar ik weet niet wat de roze is. Okay. Ik hoop niet dat dat vrouwelijks is. Oh nee. Ja, oh nee. Oh nee. Try not to laugh. Nee, joh. Dit is briljant. Ik had het niet zelf kunnen bedenken. Voor de mensen thuis die niet weten wat Try Not To Laugh is, leg het even uit. Ga een filmpje kijken en dan moet je niet lachen. En dan heb je gewonnen of je krijgt een punt of weet ik wat. Wat kut is dit? Ja, ik verzin het niet. Ik heb met Roy Fortnite shit gekeken en ik ging helemaal stuk. Maar het was meer omdat we met z'n tweeën ernaar keken. Dus dat je zit te kijken en dat je denkt, jezus, wat is dit? We kijken, hè. Oké, nou, ik zal mijn laptop weer er maar even bij pakken. Is goed. Kijk, ook al hebben we allebei een miljoen abonnees. Als YouTuber mag je gewoon soms even een Try Not To Laugh doen. Ja. Dit wordt de wackste Try Not To Laugh ooit. Oké, als je lacht. Dan gebeurt helemaal niks. Dat is goed. Let's go! Maar ik moet wel weer een beetje lachen gewoon ook door deze hele situatie al. Ja. Als we nu gewoon letterlijk 10 minuten lang alleen zo... Ja, ja, wat moet je dan? Dan zijn alle kijkers denken, yo, ik ga wat anders checken. Ja. Ik ga echt gewoon proberen, legit, niet lachen. Dan ga ik het ook echt proberen. Hè? Ik ben op zich al echt slecht in mijn lach inhouden. Ja, dat weet ik. Ja, ik lach heel snel. Oké. Ja, ik weet je wat het is? Ik kan niet tegen jou serieus houden. Ik vind echt heel slecht. Ik kom op jou echt zo. Yes. Oké, kom. Ja, we lachen niet om het filmpje, maar we lachen gewoon om de situ. Ja, maar dit, ik kan hier niet tegen! Nee, maar... Ik vind het filmpje niet eens grappig!
Je zit de hele tijd zo. Ik vind dit fucking grappig, maar ik lach gewoon niet echt hard op. Oké. Okay. Zeg maar, ik vind het echt goud. Ik wil dat dit nog een minuut doorgaat. Maar het is niet echt zo ha ha ha. Nee. Het is gewoon meer lol. Ja. I just lol inside. Hey, come on. Show's how it's done. Wat denk je dat gaat gebeuren? Ik denk dat hij of vol op zijn smoel gaat, of dat ding recht in zijn hoofd komt of zo. Sowieso gaat op zijn bek. Wat is dat überhaupt wat er op de grond staat? Besef even hoe tante veel cadeaus deze motherfuckers krijgen. Ja. Ga ook naar Amerika. Ik ga het sowieso op zijn bek. Ja. Sorry, ik vond het. Ja, wat? Ja, ik had het niet verwacht. Oké. Okay. Ik ga gaan jumpen en dan flikkert hij. Ik dacht dat hij echt. Hij springt niet eens. Nee. Ik ga helemaal stuk, man. Nu al. Ja, man. Ik ga helemaal stuk. Ik moet mijn lach echt inhouden. Ik ook, man. Hey, Mason, are you ready to go eat? Hey, is it cool if I bring my sister? No, dude, it's bro time. Yeah, she can come. Oh, I just wanna kan ik naar huis? This just turned into a try not to cringe challenge. Wat is hier überhaupt grappig aan? Ja, ik zou ook maar daar blijven, man. We zoeken gewoon de beste try not to laugh die er is. Vond je dit grappig? Ja, ik vond het best wel grappig. Wat vond je hier grappig aan? Ja, wat een grappig. Je speelt Mario Kart, je bent eerste en je wordt gewoon de hele tijd gehit en dan ben je niet meer eerste. Het is toch best, het is gewoon comedy 1.0. Je kan dit niet grappig vinden. Ik vond het niet grappig. Jawel, okay, je lacht toch. Ik vond het heel grappig. Bij kerst stuur Gio allemaal dit filmpje. Dan kan hij lekker lachen, dat is leuk. Dat is toch zielig? Kijk er niet zo op. Zielig, dat is een fucking. Gewoon een robot. Ja, dus? Ik ging laatst weg van vakantie en ik zag nog één sok liggen. En ik dacht, ik moet die sok meenemen, want anders blijft die sokje alleen achter. Vond ik ook gewoon zielig voor die sok. Echt? Is dat echt? Echt? Ja, ik zweer het. Zo, jij bent echt misschien een rare man ben jij. Ja, man. Maar goed, ik heb wel respect voor je. Yes. Wat gebeurde daar? Dit is echt de beste tot nu toe. Ja. Top. Dit ga ik ook een keer doen. Ja. Ik ga ook een keer zo'n filmpje maken. Oh, dit is mooi. Dit is mooi. Ik heb deze al een keer gezien. Kottie. Moet je goed luisteren. Yo, dat is pijn, man. Wat gaat er gebeuren, denk je? Ik denk dat heel zijn speakers ontploffen. De bas van dit liedje is super ziek. En hij heeft echt 20 speakers staan. Ja, ik denk dat alles zo wegblaast. Zo! Ik wil er gewoon helemaal af. Yo, een pad! Ik heb nog nooit een pad gezien volgens mij in mijn leven. Echt niet? Tenminste zo'n dikke pad niet. Komt omdat je op het verkeerde pad zit. Comedy. What the fuck? Maakt een pad zo'n geluid? Huh? Ik vond het echt fucking mooi. Dat is toch niet geluid van een pad? Nee, dat is echt van mij wel. I do not associate with niggers. Ik vind racistische grappen is altijd heel mooi. En ik kan ze zelf niet maken, als ben ik een racist. Ja, klopt. Maar ik kan er wel altijd om lachen. Oké. Ja, ik zag jou toch. Ik vind het wel leuk. Ja, ik vond het mooi. Hoe maak je Gio gelukkig? Met zeehondjes.
Oh ja! Die vond je mooi, hè? Oh ja, ik kende deze al. Ik ken niemand. Kijk hem wild gaan, jongen. Ja, welk cijfer geef je deze? Ja, ik geef deze wel een 10, man. Ja, ik vond deze wel leuk. Jongens, we zijn aangekomen bij het meest hilarische filmpje ooit. Ja? Ik heb even research gedaan. Dit is het hoogtepunt van alle Try Not To Laughs ever in de hele wereld. Alles. Dit is grappiger dan dit wordt het niet. Okay. Voordat we dit filmpje gaan kijken, wil ik jullie even vragen om deze video een duimpje omhoog te geven. Want bij 10.500 likes komt er morgen weer een nieuwe video. Jazeker, zo werkt het weer in december. Gio, wat vind je daarvan? Dat vind ik heel spannend, man. Oké. Okay. Like deze video sowieso, want dat betekent dat er morgen weer een nieuwe video online komt. Als het binnen 24 uur behaald wordt, dan wordt het één groot feest. Morgen wordt het weer episch. Morgen wordt het niet zo gaar als deze video. Nou, hey, dankjewel. Hey, zo. Ja. Hallo! Ik zal nog een keer proberen! We gaan het kijken, ja? Ja. Now created the world's largest functioning whoopee cushion. die was wel weer leuk. Dat is zo kut. Katten en een scheetkist. Ja, man. Dat is waar we om lachen het anno 2018. Speak. Good boy. Ja. Stel je voor, je hond, dat hij dat ineens doet. Die hond wil ik, zou er echt 10.000 euro voor neerleggen. Ja, als ik zo'n hond kon hebben. Oh my god. Het grappige is, Otje heeft dit laatst precies hetzelfde gehad. Ja, echt. Die wil ook altijd in zakken en dan rent ze rond en dan gaat hij er niet van af. Wordt hij helemaal lijp. Oké, bedankt voor het kijken. Love you.